Beste luisteraars, dit is voorlopig mijn laatste column. Niet omdat ik me schaar bij de groeiende groep gecancelde BNN-VARA-medewerkers... of mij als digital nomad op Bali ga vestigen... maar omdat mijn man en ik een kind krijgen... en ik hem er nog steeds niet van heb weten te overtuigen dat hij het maar moet baren. De afgelopen 8 maanden waren ontnuchterend. En niet alleen qua alcoholinname. Zodra de zwangerschap een feit was, duwde de wereld ons met zachte, maar dwingende hand... elk in ons eigen hokje. Ik hier en mijn man heel ver weg aan de overkant. Vonden we eerst samen onze weg in de kinderwens. Toen ik daadwerkelijk zwanger was, werd ik plotseling gebombardeerd... tot de alwetende aanstaande moeder. Met een oermoederinstinct die ergens in haar brein... al die tijd al een handleiding voor het verschonen van luiers... en een kookboek vol met babyhapjes zou hebben gehad. En mijn man? Die werd omgedoopt tot welwillende kluns... die een compleet onbekende wereld binnenstapte... wiens vragen van een vertederende onwetendheid waren... en van wie elke bijdrage aan de zwangerschap... en de toekomstige opvoeding mooi meegenomen waren. Deze infantilisering van het vaderschap oogt onschuldig. Boekjes als "Papa, je snapt er ook helemaal niks van..." zetten de vaders immers met een kwinkslag op hun plek. Is dat niet precies wat feministen willen? En het advies, kijk bij je vrouw hoe het verschonen van een luier moet. Dat zet de vrouw toch juist op een voetstuk? En vrouwen delen toch zelf op internetfora grappige anekdotes over hun wereldvreemde partner. Zoals, tijdens mijn bevalling kreeg ik de drang om te poepen. Zegt mijn man, houd nog even op, de baby is er zo. Of, de kraamverzorging was er net na een bevalling van 25 uur en vroeg hoe het ging. Mijn man, nou, ik ben helemaal kapot. Hilariteit alom. Maar hoe onschuldig de infantilisering van het vaderschap ook lijkt... de gevolgen reiken ver. Want de logische conclusie is simpel. Als de vrouw voor het moederschap geboren is... en de man er kennelijk fundamenteel ongeschikt voor is... dan is het voor iedereen wel zo praktisch als de vrouw in goede banen leidt. En vanaf daar is het een kleine stap naar de keuze... dat de vrouw minder gaat werken en de man carrière blijft maken. Dit wordt nog extra gestimuleerd door dure kinderopvang... korter verlof voor vaders, de loonkloof en zwangerschapsdiscriminatie. We zien dit ook terug in de cijfers. Slechts 10% van de hetero-stellen verdeelt betaald werk... en zorg voor de kinderen 50-50. En de kiem wordt hiervoor dus al gelegd... zodra de bevruchting heeft plaatsgevonden. Zo dringt de infantilisering van het vaderschap... jonge ouders ongemerkt een traditionele en achterhaalde rolverdeling op... die helemaal niet vanzelfsprekend is. Want waarom zou ik als vrouw beter weten hoe je een luier verschoont... als we het allebei nog nooit hebben gedaan? Waarom richten kinderdagverblijven hun mails aan mij... zelfs als mijn man ons heeft aangemeld? Ik moet toch even goed leren hoe het ouderschap werkt? En waarom zou mijn man daar niet even goed of beter in kunnen worden dan ik? Er is nog veel werk aan de winkel als het op gelijkwaardig ouderschap aankomt in Nederland. En dus zal ik een offer maken voor de emancipatie. Alle toekomstige moeders en de balans in het universum. Ik laat mijn man alle luiers verschonen. De nieuws.